Berry, je staat in de halve finale van de Dutch Open. Gefeliciteerd. Hoe is het gevoel? Ja, dankjewel. Ja, halve finale. Maar ja, het gevoel is goed. Alleen de triples wil gewoon niet vallen. Dus een beetje moeizaam begin, maar uiteindelijk wel. Op het einde scoren het gewoon goed. Dus dan moeten we nou doorzetten. En ja, dat zien we zo wel. Ik zag je ook op het podium af en toe een beetje balen van jezelf. Ja, gewoon een beetje van, dan gooi je eerst wat triple of lekker in en dan krijg ik er niks bij gegooid. Ja, ik denk maar een klein beetje aan, want vandaag gaat scoren, want is heel goed. En allebei de dagen trouwens, alleen net niet. Dus even dat irritatiemomentje, als er één keer lekker valt, dan weet ik gewoon dat ik het heel erg doorzet. Maar ja, dat ging nou net niet. Dus ja, een beetje jammer. Had je gevoel dat het een spannende wedstrijd was, dat je gepusht werd? Nee. Een beetje. Bij het begin, ik gooide mijn doubles wel snel erin, alleen scoren was niet best. Dus wat het eigenlijk gebeurde was, hij gooide scoren ook niet goed. Ja, en als ik nou een dubbel gooide, dat was gelijk voorsprong. Dat was wel een beetje, de spanning een klein beetje erover op het einde. Maar hij begon op het einde goed te gooien. Dus ja, dan is wel even één goede leg erin en we zijn klaar. Ik heb sowieso wel het gevoel dat jij het hele weekend lekker staat te spelen. Ja, gisteren was ik echt niet normaal, dat ga ik heel erg zeggen. Dat was echt zeer goed en ik dacht, als ik dat op de zondag doorzet, dan moet ik het podium wel kunnen halen. En dat was mijn doel. Nou ja, ik heb er ook nog eentje gewonnen, dus dat is top. Arjan Konteman in de halve finale, wat denk je ervan? Ja, dat is een maatje van me, dus we gaan het zien. We kunnen allebei heel goed gooien, vooral scorend waarschijnlijk. Gewoon een gooie wedstrijd en kijken wie er wint. Veel plezier en succes!